Vandaag de laatste aflevering van Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oranje boven. Deze ansichtkaart lijkt de feestvreugde uit te beelden die in Zeeland uitbrak op het moment dat in november 1918 de wapenstilstand werd getekend. Maar dat viel tegen. In Zeeland was er weinig reden om feest te vieren. Dit soort ansichtkaarten werd verspreid door Oranjegezinden. Het was een protest tegen de revolutiepoging van Pieter Jelle Stroelstra in dezelfde week van de wapenstilstand in november 1918. In de maanden daarna werd vooral in Zeeuws-Vlaanderen wel volop oranje boven gezongen. Maar dat was in protest tegen de pogingen van België om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren. Na ruim 4 jaar vechten met meer dan 35 miljoen doden werd op 11 november 1918 in een treinwagon in Frankrijk een wapenstilstand getekend. Met name de deelname van de Verenigde Staten aan de geallieerde kant vanaf 1917 had de Duitse troepen in het laatste jaar zwaar onder druk gezet. Duitsland was aan het einde van haar latijn en het besefte dat voortzetting van de strijd zinloos was. De Britse marineblokkade veroorzaakte grote voedseltekorten en de wapenproductie liep terug. Bovendien waren de geallieerden aan het Westfront in het offensief gegaan. En maandelijks kwamen nu ook duizenden Amerikanen in Europa aan. Hoewel van een wapenstilstand werd gesproken, gaf Duitsland zich min of meer over. In Frankrijk, Engeland en België werd feest gevierd. In Nederland ging men om heel andere redenen de straat op. Want op diezelfde dag, 11 november, riep socialistenleider Pieter Jelle Stroelstra hier namelijk de revolutie uit. In navolging van de Russische revolutie een jaar eerder en de afzetting van de keizer in Duitsland. Gemobiliseerde militairen die nu eindelijk naar huis dachten te gaan, moesten ineens de orde in eigen land bewaken. De revolutie van Troelstra liep uiteindelijk op niets uit. Maar bij veel socialistische arbeiders, mede door voedseltekorten, was het vuur aangewakkerd. Ook in Zeeland. En ook hier werden, net als in de rest van Nederland, de bijzonder vrijwillige landstorm- en burgerwachten ingezet om het land te beschermen tegen socialistische oproerkraaiers. Nadat eind oktober ontevreden militairen al flink gereld hadden in Vlissingen, vreesden de Zeeuwse autoriteiten dat ook hier opstand zou uitbreken. Sommigen zagen zelfs al boerderijen in de brand staan, aangestoken door ontevreden landarbeiders. Maar het viel alles mee. Er waren wat boze vergaderingen, enkele incidenten en wat gemor door gedemobiliseerde militairen die geen werk meer konden vinden. De formele beëindiging van de Eerste Wereldoorlog vond pas in 1919 plaats, met de Vrede van Versailles. Daar werd ook gesproken over het herbepalen van de grenzen in Europa en over schadevergoedingen. België eiste om die reden 2 Nederlandse gebieden op, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Zo zouden de Belgen een betere verdedigingslinie krijgen en volledige zeggenschap over de toegang tot Antwerpen over de Schelde. De Engelsen steunden deze eis als straf voor de manier waarop Nederland de neutraliteit had ingevuld. Vrijwel direct werd een anti-annexatiebeweging in het leven geroepen. Een heus Zeeuws-Vlaams volkslied werd geschreven. En koningin Wilhelmina ondersteunde de beweging door het gebied te bezoeken. Het hoogtepunt van het verzet was een grote demonstratie met vrouwen in klederdracht op 3 juni 1919 in Den Haag. En de beweging had succes. Zeeuws-Vlaanderen bleef Nederlands. Het was inderdaad oranje boven. En zo keerde de rust in het najaar van 1919 in Zeeland weer terug. De Eerste Wereldoorlog was daarmee definitief voorbij. De gemobiliseerde soldaten vertrokken. Net als de allerlaatste Belgische vluchtelingen. De dodendraad langs de grens met België werd weggehaald. Ook aan de vergissingsbombardementen op Zeeuwse steden kwam een einde. Net als aan de talloze noodlandingen van Engelse en Duitse gevechtsvliegtuigen op ons grondgebied. Want ondanks de Nederlandse neutraliteit al die jaren waren de gevolgen van die Eerste Wereldoorlog voor Zeeland tamelijk groot geweest.